Wandelen kun je overhoes, maar ook ik de parking van Roularta heb rie, toen zette ik gewoonlijk oriënne stappen naar en heb de redactie van de krant van West-Vlaanderen. Maar van deze keer is het anders. Ik laat mijn auto achter in de meeboomlaan, ik stijg de straat over en kom in de Noordeloorstraat terecht. En Verkenningen en Roosloren in 10 dus stappen. Mijn slim telefoon weet veel meer dan ik en vertel me dat hij een kwartier meeboomkwartier noemt. De stroom en de naam van boom en de jist tussen dateren van achter de Eerste Wereldoorlog, toen dat een dienst verwoeste gewesten kleine arbeidersuusjes neerzette voor ze er die hun rust verloren worden. Er staat een ferme camion voor een van die uusjes in de Noordeloorstraat. Bouwwerken heert de Munk en koos tot rep. Zie je heert de Munk? Vroeg ik aan de vindt die uit de loodbak omgeklommen. Nee, dat ben mijn zoon. Ah ja, ja. Want de koe is ik. Heet de Munk en koe. Ah, is een koe. Ja, ja. Koe. En hoe noemt jij het? Werner. Werner de Munk. De Munk. Ja, ja, ja. Dat is uw echte zoon. Ja, ja, ja. Ja, 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 dat is zo. Door de... Ja. Ja, maar mijn vrouw is het kouwing. Ja, als vindt hij zo'n roest. Als hij doet, nee. Ze oei, komt oei. Aan. Ja, 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 ja. Hoe lang? Ja, 5 jaar. Ja, ja. En woont je hier eigenlijk? Ja. Kijk, het is 15 jaar geleden dat ik hier woon. En nee, wat doe je hier? Bouwen. Bouwen? Ja, ja, hier bouwen we bouwing. Ah, ja. En hier zit eigenlijk ook zelf aannemer of voor? Ja, ja, bij mijn zoon, ja. Ja, ja, ja. Ah, ja. Heb je dat zelf begonnen in de en... Ja, ja, ik had maar... Nee, ik ben begonnen te horen. Je was aan het rad worden in het boog. Ah, ja, ja, ja. Hij zegt, ik deed in de commerce. Wat deed je? Gewoon klaar fruit. Van de groeslaar fruit van het boog? Ah, ja. Ah, ja, maar een vrouw is hier gekomen. Ze kostte mij mee aan, maar... En mijn toilet weer aan het maar dat kwam er over iets dier uit. Nee? Ja. Ben, ik heb zo'n ontnemd ook goed van daar aan te beginnen. Als ik deze dat wel heen, kijk ik dat ik met mijn broer een keer doen. Nee? Als deze dan nog heen, dan zag ik wel echt dat goed. Ja. En is dat even heerlijk geroesten zijn? Ja, ja, ja. Ja, ja. Want kijk, pas 17, ik doe het nog. Ik zit er nog in de zorg. Dan komen ze 17 van jongeren. We kunnen niet stoppen met werken hebben. Bah, ik heb geen zetten gehad. Ja, ja, ja. Nee, ik heb dat niet, voor dat te zetten en een zetje te lezen. Per tank, er is niet mis met een zetje te lezen. Ja, goed, zo kunnen Turken in velo doen. Ik ga nu binnen een uitstrijd velo gaan schappen. Echt wel? Ja, ook voor de zendag een keer op te lezen. Ja, ja, maar ja, ja, je kunt toch grote toeren mee doen. Ja, ook, ja, 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 ja. Goh. Ik ga wel tot misschien van twee. Ja, het zijn de rode vrommers die vindt die vader van mijn vrouw. Hè. Dat is dat ook, die andere keer te horen, maar ik doe toch misschien wat aan te doen. Oh, de zondag mag ik een keer, veel en veel wat dat vrommers. Ja, ja, ja. Mag ik een keer te horen, maar Het lukt, het lukt. Ja, ja, ja. Dat is maar is het er toch een keer uit, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Als ik nog aan mijn familie wil nog een helft halen, dan aan een beest loren en dan zo kan ik toch een keer van de willow. Nou, als we het zijn, dan moeten we toen naar één. Ja, dan komen we toch weer naar rust. Heel ontdekkingsreizen gaan we nou doen. Ja. Allee, kan ik wat nog een paar ontdekkingsreizen doen. Maar ik ben alles eens blij dat ik Werner leren kennen. Ten meer dat hij niet tijdens mijn vreemde klapt. Ik zou me niet gooien, zo, maar ga ik niet passeren. En bezig om zo, hè. Is het wel? Van nieuw geloof en zo, hè. Van, ja, maar ben ik het van het nieuw geloof niet? Maar ja, maar ben ik het niet tegen de mensen? Ik ben ook niet tegen de meesten, controle. Ik ben er heel aan voor. Allee, ik hoor nog niet veel verder in de Lindenstraat en ik zag daar twee schitterende linden. En twee schitterende meesten ook, die zot zijn van die linden. Erik van Nende en zijn vrouw Katrin de Kok. Prachtige bomen, ja, ja, inderdaad. En het is gewoon 3 weken. Is het wel? Ja, de ene staat 3 weken kouder. Voor de naalden en de neem bloeit 3 weken erop op de naalden. Ja. Mo. Ja. En Oosan? Oosan. Ja. Maar hoe is dat? Ik weet niet of twee verschillende soorten zijn of wat. Ik weet het niet. Want zomers wat ik hou nu ben hier en een beetje aan de linden gaan beginnen bloeien, is dat hier zoomingen van bienen. Zoomingen, dus en dat ruikt hier. Wordt dat het hier? Ja. Die boom daaronder. Ja, ja, dat ruikt. Ja. Zelfs als je hier in draai zit. Ja. Bij de reuk van de linden. Al wat de wind hoort zetten. Yes, die.
ik heb daar foto's van gemaakt in de winter. Ja, zo ja, schoon. Ja, dat is machtig. Machtig schoon. Ja, ja, ja. Machtig schoon. Ja. Ze hebben de computer op de winterkant staan toen als bureaublad. Ja. Maar het is gewoon een ding. Een beetje tot kerkhof zijn. Houd hier achter de deuren. Als je aan de baan zit, steek je over. Ja, ik ben eigenlijk voor beter anders uiteen. Maar joh, ja. God vind me zitten uitleggen, je kunt niet missen. En het is echt een goede tip. Ik wees dat ik in België nog niet feestkundige kerk over me zien. Het is eigenlijk een park, denk dat Erik zei. Ook voor... Het is eigenlijk een begraafpark. Ja. Ah, ja. Het is eigenlijk een park van me. Veel op de graven. Veel op de graven. Het is graven die, ik wist niet beter voor de lie. Of maar een Engelse horrorfilm. Echt zo? Ja, die heel over de water zijn gedaan. Ja, dat is ideaal dat je moet eraan maken in een horrorfilm. Dus, ja. Wauw. Tot kerkhof. Erik en Katrin zijn van alles op de water. Dat komt ervan, als je veel wandelt. Ja. En de tiende stap? Ja. Zeker. Inderdaad. Echt wel? Ik heb het al ermee. Ah, ja. Ik heb mijn zand. Ik ga niet tegen u op, ik ben een professional. Ik vandaag stond er weg, dus dat doen af. Oh, ik zit nog niet zo ver. Hoor. Ja, gisteren stond er 10 dus 500 op. Hier gisteren nacht dus 200. Nog een 10 dus, 12 dus. Ja, dat is 14 dus. Ja, dat is. Varieert een beetje. Zo kreeg ik ook goesten om nog wat te stappen. Maar ik dacht, ik had toch eerst een keer onder Linda gaan staan. Maar ik stond daar niet alleen. Ibrahim Kadivilaku stond daar ook. Jij bent mij op zoek, achter werk in de bouw ofwel als lasser. Dat ik aan een velo koop. Ik ben aan het kijken, ik moet de fietskoers kopen, zodat ik kan van Roeselaar tot Noordstrand gaan met de fiets en heen in Tirol. Leren een klein beetje spoken. Ja. Dat ik wel een heel mooie fiets kopen. Maar ik ben aan het sparen, een klein beetje centjes te sparen. Voor heel mooie koersfiets te kopen en dan kan ik die sporenbroker voor te verplaatsen van Roeselaar tot Noordstrand met de fiets heen en terug. Dus, en waarom Oostende? Nee, omdat ik vind dat het moeilijk is, moeilijk stad te staan met de fiets te gaan. Ja. Dus, en om de zee te zien? om het water te zien. Om het water te zien en dan terug naar huis in Roeselaar. Omdat mijn huis is in Roeselaar. Ja, er is ook zand, maar minder water. De meest zo ver in om water te zien. Ik wandelde de deuren en ik zag bloemjes op de vensterbank en vlaggen die zeiden dat ik moest kopen in Roeselaar. Volgde een pillen naar het centrum en een beetje verder pakte ik een pootje, waar dat om het keer weer een stille was. En zo kwam ik in de Meelstraat, waar ik 2 eisen zou op mijn app en mijn slimme telefoon geloven. Nu kom in de Meelstraat, liep ik door Joyce van de Kandelaar te eindlijf, 19 jaar oud en studenten. Ook dat ze studeert. Restaurantmanagement nog in Brugge. Ja, maar dat gaan we met bestaande restaurants. Ik weet het. Ik kan wel zitten op zoek voor iets anders. Is het waar? Ja, omdat ik ook een beetje schrik heb dat niet meer. Ja, is dat? Dat de toekomst, ja, daarin dat dat nog lang gaat duren, dat er weer toekomst in is. He. Mensen gaan eigenlijk niet op restaurant alleen wat eten, nee, want thuis kunnen ze ook koken. Het is voor de hele beleving dat ze gaan. Voor bediend te worden, voor vriendelijk onthaald te worden. Ja, we gaan het nog wachten, zeker. En uw grote droom, later een eigen gezinnetje? Een eigen gezin, ja. 2 kindjes. 2 kindjes? Ja. Oké. Okay. Mannetjes, meisjes? Van elk steentje. Oké. Okay. Oh ja, ik weet niet. Ja. Niet ergens in de buurt, misschien wel niet zo vlak in de stad. Ja, mijn vriend wil brandweerman worden in Ardooi, dus het zal waarschijnlijk in Ardooi zijn. Ja, wie weet, kom ik keur en uw lief nog 10. Ook een keer in Ardooi gaan wandelen. Een beetje verder. Ik had Maria gevraagd dat ze weer in orde gaan komen met de horeca. Voor Joyce, maar ook voor mij. En dat juist de biende bleek Aristrote kwam ik op dat Indexkoen Kerkhof. Er is daar een militair gedeelte aan, omdat er vooral 2 Fransken liggen. Uit de Eerste Wereldoorlog. Maar er liggen ook Engelske. En Belgen ook. Er liggen 2 soldaten. Maar ze zijn in de minderheid. Burgerlijk gedeelte van tot Stadskerkhof is nog veel uitgebreider. En vreeskoene, met 4 boom en een centraal pad, waar je zelfs met de velo kunt passeren.
Aan een van die groven is er door een vrouw de bloemetjes water aan het geven. Het is Magda Duchesne, doeders en de grootdoeders van haar vind liggen daar. En haar dochtertje Lutje, overleden in 1980 als ze 16 was, 40 jaar geleden. Soms moet ik denken hoe oud zou ze zijn, maar dat gaat er bij mij niet in. Voor mij blijft ze 16 jaar. Bluft dat moeilijk voor u? Uw dochter die hier ligt, is dat de... pakt u dat nog of is dat... Nee, dat is een... Dat is, ja... De mensen gaan dood, hè. Bomen gaan ook dood, hè. Bloemen gaan dood. Mensen ook. Ja, ja, ja. Ja, maar ja, maar een bloem die te vroeg sterft, heeft ook zeer van, hè. Ja. Heeft dat lang geduurd eer dat je er een beetje mee kost te verzoenen, of...? Ja, het is het ergste dat ik kan tegenkomen. Dat is een kind verliezen, ja. Ja, 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 ja. Dat is het ergste. Ja. Allee... Als het iemand overkomt, dan moet je ermee leren leven. Zie je? Je moet niet blijven bij de pakken zitten. Je moet ermee leren leven. Ja, tenslotte. Ja, op de duur zijn mijn andere kinderen. Ja, maar mama, we zijn er ook nog. Zie je? Dus ja, ja. Ik mag ze ook niet misdoen, nee, door te lang te blijven stilstaan, ja, ja. En door verdriet te hebben van binnen. En hoeveel kinderen zijn er dan? 6, mijn Lutje erbij. En de andere 5 leven nog? Ja, 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 ja. Ja, ja. En hebben zelf ook kinderen. Ik weet niet, ik moest nog een keer goed natellen. Het is bijna 20. Ja, ja, ja. 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 En heb je hier dan in het leven? Ik heb les gegeven. Ja? Ja. In de burgerschool hier. Ah, ja. Wiskunde, wetenschap. Wow. Prettig. Is dat? Ja. Ja, wiskunde, dat is voor veel mensen zo. Ja, als je daar niet goed in zit, wat dat... Jawel. Wiskunde, voor iedereen moet dat goed zijn. Maar dat moet goed gegeven zijn van in het begin. Maar als dat niet goed gegeven is van in het begin, je blijft daarmee sukkelen. Word je streng? Denk. Denk. Ik zag de kindersherren en de kinders zagen mee herren. Ja, ja. Jammer, jammer. Ik kan het niet inbeelden. Dan strollen het. Dan strollen het. Ja. Ja, ja, ja. En wat doe je nu nog eens voor de dagen te vellen? Oh, ik heb me nog geen minuten verveeld. Echt hoor. Amor. Ja. Nee, ik heb een tuin, waar ik zo graag in ben, en muziek. Zo? Iedere morgen, het eerste dat ik doe, muziek op Radio Clara. En wie zijn uw favoriete componisten? Bach, ja, zonder twijfel. Ja, ja, ja. Wat doe Bach met u? Oh, die maakt me gelukkig. Als ik die muziek hoor, he, oh, het is de hemel. Ja. Ah, dat is de hemel? Ja, ja. Maar, houdt muziek van Bach worden dat boven? Misschien, ja. Wie weet. Is hij gelovig? Ja, maar niet... Allee. Ja, ik ben gelovig, ja. Ga je dochter weer eens zien? Dat weet ik niet. Zo gelovig ben ik nu ook niet. Ja, ja. Het zal zijn zoals het is. Ik zal het zien. Ja, ja. Ik verwacht niet. Ik zal het zien. Maar, ja. Het is bijna niet mogelijk, hè. Ja. Nee. Zo mooi is het niet. Zo mooi zijn, hè? Het zou mooi zijn, maar het is... Nee. Hij gelooft een beetje. Ja. Ja, ja, ja. Jij moet verstaan.
Ik zou heren geloven mogen. Het is een waarde. Ja, ja. Geloven is een waarde. Het is like alsof in een straat loopt. Hij loopt aan de kant van de zon. Dat is geloof. Ja. Ja, ja. Dat is goed, hè. Zie. Ja, ja, ja. 90 jaar oud mag dat dus zijn. Echtgenote van Jan Del Dolen. Tjoe toch, wat een toffe vrouw. Corona-coiffure of niet, maakt niet uit. Ook Kuro had voor wiskunde, ik word een verzeer astronaut en ik vroeg nu naar de sterren. Maar soms is het hier ook goed. Lekker op dat kerkhof, waar dat een dit stellen staat voor al die er ligt. Maar alles er rond blijft groeien en bloeien. De dit een genadeloos keuze zien. En je ziet dat zelfs een grafman een dit blijft leven. Ja, er zijn hier en daar monumenten naar grafkapellen die wat langer staan tonen, maar uiteindelijk maakt het allemaal niet uit. Zelfs Albrecht Roenbach, die maar 24 jaar oud gekomen is, had vroeg of later vergeten werden. Nu kom je hem nog over Oosteen in stad, maar zijn er al veel die pezen dat hij een simpele biermuzang was en geen gedicht van hem kunnen noemen. Alles groeide en bloeide in Roeselare. Uit kerk of buiten komt, moet je zeker een keer kijken naar een demo-muur van Tegeltun in de Bleiaristrotte. Je kunt al zien welk dat een klein planten met uw muur doet, hoe is er tegen hangt. Pezen over de groen, de stad aapt ermee. Ik vind dat een goed gedacht. Nog een goed gedacht is dat de winkels weer open zijn. Maar tegen dat ik in het centrum ben, zijn ze weer toe. Ook in de Munt, dat nieuw winkelcentrum, waar ik al een paar keer geweest ben en waarvan ik vind dat iets is. Maar ik zeg het, ben laten en meesten zitten al op in de terrasse te eten. Kijk eens, de twee zusters van Jacqueline, Jacqueline, zijn nog juist niet toe. Julie en Eline Kazier zijn nog maar in januari begonnen met een jeugdkleerwinkel. Ze zijn eigenlijk afkomstig van Torot, maar ze wilden per se een winkel in Roeselare. Niet in Brugge, niet in Kortrijk, niet in Roeselare. Wij kwamen als kind eigenlijk altijd winkel met als mama hier in Roeselare. Wat een gezinsshoppingstad is. Ja, ja, ja. En omdat Roeselare heel veel inzet op shopbeleving en ja. Wieder wil eigenlijk ook volle bak inzetten op shopbeleving. Ja. En beleving, wat heb ik er? Een glimlach, een geurtje als je binnenkomt. We hebben een hoekje voor de mannen of voor de kindjes. Ja, we leggen een krantje op tafel in het weekend. We bieden een koffietje aan of iets anders wat je brengt. En we willen ook dat de jeugd, die ondertussen wel heel goed weet wat dat ze willen in hun kleerkast, dat ze overeenkomt met de mama en wat dat ze hier vinden, dat ze daarin een compromis vinden. En dat ze eigenlijk echt ook content zijn met wat dat ze naar buiten gaan. En dat ze het dragen, dat ze het niet in de kast laten hangen. Ja, allee. Ja. En dat ze een leuke ervaring had. En dat ik woon in het centrum en ik woon hier ook echt ontzettend graag met mijn kindjes. Ik ben heel blij dat mijn kindjes hier kunnen opgroeien. Ja. Want er hier altijd iets te beleven is voor de kindjes. Ja, ja. Altijd, altijd. En Roeselare als stad, wat soort stad, hè? Een hele toffe stad. Een hele multiculturele stad, eigenlijk. En waar dat er veel verdraagzaamheid is. En een stad met heel veel gezinnen. Want het schoolaanbod is hier ook gigantisch. Ja, echt een gezinsstad. Ja, ja, ja. Ja, dus, ik vind dat ook. Met heel veel stad, opties. Het is heel veel opties, maar het is rustig. Het is geen drukke stad. Ja, rustig is alles in de straten. Maar dat komt doordat de winkels, zoals ik zei, al gesloten zijn tegen dat ik daar ben. En zo zie ik dat veel mensen nooit zien als ze gaan winkelen. Dat er daar vreemdheidskoen hevels zijn, Ardeco en Real de Bataclan. Er zijn daar zelfs twee huizen die pezen dat ze een beesten zijn. Heel verschillende beesten. En per tank getrekken naar elkaar. Tienus is een tiger, taander is een vlinder. En dat is een duve. Waarom zo een standbeeld wel? Duvens kinderen heb en ontpissen er tegen. Spelende kinders noemt dat beeld. Maar moest het mijn dochter zijn, ik zou toch zeggen dat ze haar kleren aan had als ze met een stad stond. Of misschien trekt je zus door een boy over haar hoofd, omdat er geen duiven zou hebben schieten. Nee, je kunt dan beter een muurskelder in, like Champimonserie, 50 jaar dood. 22 was die en al wereldkampioen. En is in een boy met de regenbogen overreden. Albrecht Roenbach, 24 had hij dood. Maar het zijn niet alleen een jonge meest die weten vroeg gestorven zijn, die in Roeselare op de muur in de kelder stond. Kijk, die harte vrouwen en nooit bestaan, maar ze bestaat toch, omdat ze geschilderd is. Rond de haven in Roeselare, die te klof in het centrum ligt, heeft ook muurschildering.
maar niet van door mensen. Ik ben juist aan het kijken naar een tigerhooi die door de muur van Aanek opbreekt en ieder moment een dukker gaat pakken als er een vrouw passeert met haar velo. Kijk, madame, weet je hier nog van die schelder in dan? En ze zegt... Ik ben Michel Osken, ik ben schepen in de stad. Maar hoe ze? En van eens wensen ze de muurskeldering in hun stad zijn. Dus kiep, meer voor van skip. Bist dat we juist in de haven zijn. Hoe weet toeval kun je in? Ze wist met de bonen aan de slapende vrouw van David Walker. Verleden jaren nog door de lusterders van Radio 1 tot schoonste muurskelderingen van Vlaanderen en Brussel gekozen. En toegegeven, het is een schoone schilderij. Maar van eens profiteer ik er nog van om een vraag te stellen. Skip nog een kind, zeg ik. Welk is voor u de charme van Rosselaar? De charme is dat er rood is wat te doen. Ja, hij heeft een korte kop. Ik kom bij dat er meer van onder het bruist in Rosselaar. Ja, weet je dat wel, ja. Dus eigenlijk, dat niet te geen verdienste van de stad en van onder het van de mensen. Weet je dat wel, ja, maar dat is wel, meer dacht. Ze zijn heel ondernemende bevolkingen, heel ondernemende mensen op alle vlakken. Zowel op vlak van cultuur als op vlak van middenstand en wat dat er is. Ik denk dat er heel veel samenhorigheid is en ook veel, veeldoenderheid in de stad. En ja, dat de charme is. Salut! Zeer bedankt! De krant van West-Vlaanderen leeft met je mee.